Taco te Gussiklo. Ik ben van het studiejaar 1966 en in 1972 hier aan de Medische Faculteit in Rotterdam afgestudeerd. En het meest waardevol heb ik eigenlijk gevonden het keuzepraktikum. Dat heb ik in het oogziekenhuis hier in Rotterdam gedaan. En daar werd je volledig voor vol aangezien, kon je meedenken. Ik ben overigens geen oogarts geworden, maar internist. Maar dat gevoel voor innovatie en dat alles kan, dat heb ik eigenlijk meegenomen in mijn verdere loopbaan. En ik ben nu zelfs betrokken in een aantal innovatieve medische bedrijfjes. Ik ben Olle Dommerhoof. Ik ben in 1966 begonnen en ik heb er wat langer over gedaan dan 6 jaar. Dat komt ook omdat ik militaire dienst heb gedaan. En ik heb een studentenbar beheerd. Enige jaren, dus dat gaat je ook studiejaren kosten. Daarna ben ik radiologie gaan doen. En ik ben nu gepensioneerd radioloog, na 35 jaar werken. Het belangrijkste eigenlijk, en dat was ook de reden van mijn keus voor Rotterdam, was de praktische benadering. De uitermate praktische benadering, geen gezeur, gewoon aan het werk. En dan komt het vanzelf goed als je je hersens gebruikt. En dat heb ik hier in mijn hele studie ook ervaren en een enorme medewerking van alle betrokkenen, zowel in het ziekenhuis als in de universiteit. En dat heeft me enorm, heeft enorm veel indruk gemaakt. Dus dat vond ik heel erg leuk en dat heeft me in mijn latere leven wel goed geholpen, denk ik. Ik ben nog steeds een beetje verknocht op Rotterdam. Mijn naam is Don van Dee. En ik heb dus 25 jaar als huisarts gewerkt in Spijkenisse. En daarna nog 15 jaar in Gabia in Spanje in een privékliniek. En ben nu 5 jaar gepensioneerd. En wat ik inderdaad in de studie voor mijn vak dan heel erg goed vond, is dat alles eigenlijk wel gericht was tijdens de postschappen en zo op het feit dat ik inderdaad huisarts wilde worden. En je werd ook bij de specialisten daarin geantemeerd om inderdaad, ze liet me ook veel sneller dingen doen, omdat ze dat verwachten ook wanneer je als huisarts verder zou gaan. En ik ben ook gelijk na die 6 jaar, ben ik gelijk in de huisartsvak gedoken. Een jaar heb ik gewerkt voor artsen in Rotterdam en heb me toen gevestigd in Spijkenisse, omdat daar een noodgebied was en ik dan dus niet in dienst hoefde. En dat heeft mij heel goed gedaan. Mijn naam is Jan Dekker. Ik ben begonnen in 1966 uiteraard. Ik ben afgestudeerd als huisarts in die tijd in 1976. Ik heb mijn studie een klein stukje onderbroken na mijn doctoraal examen om verder te gaan in de wetenschappen, wat ik gedaan heb voor een aantal jaren. En daarna ben ik verder gegaan, ben ik naar de Verenigde Staten geëmigreerd en ben uiteindelijk in opleiding gegaan als chirurg in de Verenigde Staten, waar ik nu nog steeds chirurg ben. Een van de belangrijke dingen, vind ik, toen ik begon in 66, was de enorme nadruk op de wetenschap. En ik was erg geïnspireerd door mensen als professor Karpers, professor Van Hoff en professor Leijnse, die enorme nadruk legden op die wetenschap. En ik heb daardoor ook na mijn doctoraal een proefschrift geschreven en heb onderzoek gedaan in de neuroanatomie. Ik was tijdens mijn klinische coachschap erg gemotiveerd en door de afdeling chirurgie bij professor Van Houten, professor Muller. De hele chirurgie lag me enorm. Het was niet alleen de aanpak, het werken met je handen, maar ook de kameraadschap tussen de assistenten. En het was voor mij dus duidelijk dat ik uiteindelijk in de chirurgie zou verder gaan. Ik ben dus sinds 1986 algemeen chirurg in Washington. Dank u.
Ik ben Tom Hooghout. Ik ben in 1966 hier gekomen en in 1972 afgestudeerd. En ik ben cardioloog in Nijmegen geworden. Als ik terugdenk aan wat we hier allemaal hebben meegemaakt, dan komen er allerlei flitsen naar voren toe. Wat voor mij een diep indruk heeft gemaakt is de spiltrap van de collegezaal, langs we naar beneden gingen om koffie te drinken. En dat iedereen sprak op de trap omdat het altijd hartstikke druk was. Verder is het provisorium natuurlijk bij me duidelijk bijgebleven. Met de hoogleraren die in de kamer zaten waar je zo kon binnenlopen. De snijzaal op het end. En aan de voorkant de administratie waar Annie was. Een heel lief meisje. Annie van de administratie was een begrip. En ja, dat was eigenlijk, dat waren de belangrijkste indrukken los van het chemiepracticum natuurlijk. Waar af en toe potten overkookten en zaken misgingen. Maar dat was, dit is het ongeveer wat ik wilde vertellen.